Hi, ik ben Anna. Ik ga voor jullie tekenen op 2 A3'tjes en op 1 A4'tjes. Ik ga een tijger maken, een vrouw en op het kleine A4'tje ga ik een hond tekenen. Oké, met mijn speciale pen ga ik eerst de omtrek van de tijger doen. Neus. Zo, kleuren, zwart. Ga ik nog alle strepen op zijn gezicht tekenen. Snel afdruk. Die ga ik dan zo meteen met water, kan ik die uit breiden, zodat het groter wordt. Hier is nog een grote stukje. Haar op ons gezicht. Even kijken. De lichtgroen met geel voor zijn ogen. De buitenrand van de ogen worden groen. Dat was mijn moeder met de honden. Dan de binnenkant van de ogen ga je met een lichte kleur, met licht groen. Ga je een geel ga je dat doen. Zo, die kleur weet ik toch niet meer op. En dan met het water. Tip je in het water. Een beetje bij je mouw, zodat het niet helemaal nat is. En dan ga je die strepen die ik net heb getekend met zwart, ga je heel voorzichtig doen. Dat is een best wel nauwkeurig werkje, want als je het ernaast doet, gaat al dat zwarte gaat mee. Daarom moest ik ook heel vaak oefenen om uiteindelijk dit filmpje te maken. Dus ik hoop dat dit filmpje lukt. Neus. Kleine. Snor. Ogen. Neus nog een keer. Oor. Zo. Handtekening. Datum. Ik schrijf toch wel echt, hè? Ja, sorry. Ziet er nou net uit dat ik nou niet echt schrijf, maar ik schrijf wel echt. Het is nog een beetje nat van water. Hier heb je je tijger. Hij is best mooi geworden. Oké, nou ga ik A4'tje de hond tekenen. Zwart. Hier heb ik mijn pen wel voor nodig. Voor de omtrek. Hier oor. Even kijken, voorbeeld. Ja. Maar die vrouw die ga ik improviseren hoor. Ik weet precies nou hoe je dat moet doen, maar ik ga eerst maar nog mee bezig. Oh, dit moet je uitvegen. Waar is de tong? Bovenste stukje van de tong. Ogen. De zwart. De zwart maak je een soort van baard, maak je hier. En dan langzaam zijn snoet met het donkerbruin ga je hier omheen. Met het donkerbruin. De roze nodig, dus de vel. Deze is wel goed. Voor stong. Wacht. Ik had net om te oefenen een andere fout. Waar is die? Oh, die ligt hier. Voor stong. Deze heb ik wel die roze nodig.
Hier op die roze. Dat is goed. Hier bruin. Hier deze bruin. Dit is bruin. Ja, dit is bruin. Sorry, beeld valt weg. Hier omheen. Oké, nou het meeste deel. Doe ik even snel hoor, dus het zal er niet echt heel mooi uitzien. Zo, de hond. Tadaa. Hij is wel mooi, hè? Oké, nou ga ik de vrouw doen. Ga ik het papier ook wel getwas houden. Oké, wat je nodig hebt is bij deze stift. Alleen ik weet niet, waar zijn mijn stiften? Ik kwam de laatste nog tegen. Zomaar, het zal natuurlijk weer net gebeuren. Mijn stiften zijn weg. Dat zie je niet. Huh. Nee. Oh, hier. Hè. Je ziet een hele aparte kleur, maar in het echt is hij roodachtig bruin. Dat wordt dat haar. En de binnenkant van het gezicht. Het is stift, dus het doet heel nauwkeurig. Wacht, hier komt de scheiding. En dan slagen in het haar. Zo, dat is dat. Nou, met een zwarte oogvorm. En de mond. En de neus. Zo. De bruin. Voor de oogpupillen. Zwart puntje middenin. En de twinkeling. Kijken de wimpers. Uitvegen zodat ze dikker lijken. Voller. Velrood. Hier. Voor de lippen. Normaal zou ik dit met stift doen, maar die zijn al weg. Lippen moet je lekker dik inkleuren. Oh, de ogen trouwens ook. Zo. Dan gaan we het haar inkleuren. Daar gebruik ik drie soorten kleur voor. Eerst ga je met de allerlichtste geel ga je langs. Want geel kan je daarmee beter combineren. Dan met de wat donkere. Dan met de bruin. En tenslotte kan je er een rode gloed in brengen. Doen we de lichtrood. Er nog een paar keer overheen te gaan. En meteen uit te vegen met je hand. Dan maak je het dan gloed. Die echte haarkleur is ook geen gloed. Dat zit erin. Zo. Dit was de laatste. Kunnen jullie het zien?
Dat was het. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. En probeer het thuis zelf ook eens. Doeg!